Een vrijheidst-shirt, een vredesgame of gewoon een fietstocht door de tijd. Allemaal monumenten in allerlei soorten en maten. Ja, de vakkanje scouts zijn al eventjes bezig met hun plannen voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het ene na het andere goede idee komt langs. En de stemmen op de website zijn al bijna niet meer te tellen. Ja, Grietje, maar we moeten wel een beetje streng zijn. Want er mag namelijk maar één team per school door naar de maakdagen. Daar gaan ze aan de slag met een echte ontwerper om hun idee realiteit te maken. En uiteindelijk maken zij kans om in de landelijke finale op 13 juni in de Werksportkathedraal in Utrecht te staan. Gaaf, hè? Vet. Hey. Succes! Inmiddels ben ik aangekomen in Zoetermeer en daar ga ik de allereerste schoolwinnaars bekendmaken. Ze zitten op het Oranje Nassau College en ze weten nog van helemaal niks. Hun idee heeft iets te maken met mode. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Hallo allemaal. Als het goed is hebben jullie heel hard meegedaan met jullie ideeën voor de vakkanjer scouts. Klopt dat? Ja. Hou je vast, want ik ben op zoek naar het team. Ja, dat houdt wel van kleding denk ik of zo. Iets met mode. Mag ik een heel hard applaus voor de allereerste schoolwinnaars, namelijk Dalal, Alina, Hope en Jade. Kom maar even bij, geef ze een groot applaus. Deze is voor jullie. Ja, het monument inderdaad. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Ja, hou maar vast hoor, hij is voor jullie. Het ticket naar de maakdagen. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Veel mensen worden gepest door de kleding die ze dragen. En toen kwamen we op dit. Ja, ik vind het een heel mooi idee. Mag ik een heel hard applaus voor deze meiden? Grietje, hallo, ben je daar? Ja. Ah, mooi. Ja, ik heb net de allereerste schoolwinnaars bekendgemaakt en ze waren echt hartstikke blij. Oh, tof. Ja, ik ga door naar Berkel Roderijs. Jij heel veel succes in Apeldoorn. Dan spreek ik je straks. Joe, tot straks. Ja, want ik ben hier bij het Veluws College Kortenbosch. En één groepje heeft echt super hard hun best gedaan om heel veel stemmen binnen te halen. En het is gelukt, want ze hebben gewoon gewonnen. Let's go. Hallo. Goeiedag. Ik ben op zoek naar Fien, Myrthe, Marit en Megan. Dan kom maar even bij. Hoi. Wat denken jullie dat er aan de hand is? Van vakkanjers, ja. Jullie zijn namelijk jullie schoolwinnaar geworden. Mag ik een heel hartelijk applaus voor deze vrouwen? Maar ik begrijp dat jullie ook video gemaakt hebben. Ja. Wat hebben jullie erin gezegd? Gewoon dat ze moesten stemmen. Goeie boodschap. Hey, en kan een van jullie mij vertellen wat het is, precies is dat jullie hebben gemaakt? Nou, we hebben een fiets en als je daar gaat trappen, komt er een schermpje en daar komt dan een beeld van de oorlog. En hoe kwamen jullie op dat idee? Nou, eigenlijk schoot ik me ineens er binnen. Toen hebben ze een papiertje gepakt en het opgeschreven. Ja. Nou, jullie gaan hem uitwerken tijdens de maakdagen. Ja. Mag ik nog even zien? Zijn jullie blij? Ja! Mag ik dat even zien? Yeah. Ze zijn heel erg blij hier. En Anouk, waar ben jij inmiddels beland? Ja, Grietje, ik sta nu in Berkel Roderijs en daar ga ik de schoolwinnaars verrassen. Ik ben benieuwd hoe ze gaan reageren. Hallo allemaal. Ik wil graag naar voren halen en een heel hard applaus voor het team dat bestaat uit Sam, Bas, Laura en Andy. Geef ze een groot applaus. Kom er maar even bij. Dit is jullie ticket. Wat was jouw reactie? Wauw. Een echt ticket. Kun je mij vertellen, wat is jullie idee? We hebben een mp3-speler gemaakt met de werelddelen erop. En als je dan bijvoorbeeld op Afrika drukt, dan krijg je de top 5 nummers van Afrika. Want in de Tweede Wereldoorlog mocht je niet alle muziek luisteren. Lieve jongens en meiden, geef ze nog een heel groot applaus, want dit zijn jullie winnaars! Grietje, ja?
Ja, gelukkig, daar ben je. Nou, mijn schoolwinnaars waren ook weer heel erg blij. Jij heel veel succes hè, bij de laatste schoolwinnaars. Dan zie ik je zo meteen. Ja, tot zometeen Anouk. Ik ben nog in de auto. Ik ben onderweg naar Uithoren, naar Tamen. Daar zijn namelijk de volgende schoolwinnaars. We zijn er bijna. Ze hebben net pauze, dus we gaan even kijken of we ze kunnen vinden. Mag ik heel even aandacht? Ik ben op zoek naar Kevin, Thomas en Danny. Zijn jullie dat? Hallo. Hallo. Hebben jullie meegedaan in vakkanjers? Ja. Ja, dan heb ik een leuke verrassing voor jullie, want... En vliegen. Jullie zijn de winnaar geworden van jullie school. Oh, leuk. Hey, wat hebben jullie eigenlijk bedacht? Mannelijke vrede. Ik kan je vertellen wat dat is. Nee, ik heb het verteld. Een mannetje die een wereldbol en een vlag in zijn handen die heen en weer zwaait. En hoe kwamen jullie op dat idee? We moesten iets met vrede maken, dus toen dachten we daaraan. Nou, top. Jullie gaan ermee naar de maatdagen, mannen. Yeah. Hey, mag ik één applaus voor deze mannen? Op naar de maakdagen dus. Ben jij benieuwd wat de andere schoolwinnaars zijn? Of wil je toch nog een stem uitbrengen voor de teams die nog in de race zijn? Ga dan snel naar www.vakkanjers.nl/schoolwinnaars. Ja, en als je nou een shout-out wil doen naar je favoriete team, doe dat dan vooral hier beneden eventjes in de comments. Oh, lekker! Blijf de rest van de dag hier zitten. Ja, geef je groot gelijk.